Hey, goedemorgen mensen, welkom bij onze nieuwe vlog. Vandaag gaan we weg. We gaan naar Turkije. We gaan via Düsseldorf vliegen. Omdat het gewoon veel goedkoper was. En dan gaan we zien of het wel bevalt via Düsseldorf vliegen. En mocht het bevallen, doen we het vaker zo, hè? Iedereen is bezig nu om zijn kamer netjes te maken. En alles in te pakken. Hè, Fifi? Ja, ik heb je zin in? Ik heb er super veel zin in. Ja, hè? Ja. Dus ik ga. Lekker zwemmen de hele dag, hè? Ja. En kijk, Felicia gaat zijn PlayStation missen. Kan je dan? Ja, ik zie het. Gaat je PlayStation missen, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Of wil je hier blijven? Kun je hier laten, hoor. Nou ja. Interesseert hem volgens mij niet. Maar ja, we gaan naar Shari. Shari is druk bezig om nog snoepzakjes te maken. Ik denk dat ze dat al lang had gedaan. Nee hoor. Ga dat nu pas doen. Hey, Shari is weer bezig hoor. Ik ben nog bezig. Alles voor een goed doel. Voor een goed doel. In pak en wegwezen, Shari. Ik ben moe. Maar ik moet dit afrollen. Kijk, onze koffers staan klaar. Ze zijn allemaal nog geen 20 kilo. Shari, de koffer is boven nog. Die moet ik alleen nog pakken. Die is wel boven de 20 kilo. Ah, die is wel boven de 20 kilo. Dus we gaan nog wat spulletjes. Ik heb niet wat je wat zei je? Shari heeft altijd meer dan één koffer nodig. Altijd. En we gaan 11 dagen zo weg. En zij pakt in alsof ze een maand weg gaat. Dat is Shari, hè? Wat zei je? Dat voor iedereen moet zorgen. Je moet voor jezelf zorgen. Iedereen zorgen. Voor jezelf zorgen. Dit is een M, hè? Maar wij gaan verder. En jullie zien ons straks weer. Hoi mensen. Wij gaan vandaag konijnen wegbrengen. Naar mijn tante. Dus we gaan hier zo wegbrengen. Kijk ze even. Daar is je andere. Eten. Dus dat gaan we nu doen. Mijn papa is nu heel druk bezig met dit. Dus ik ga hem ook even helpen. En we gaan hem ook. We gaan. En. Dus ja. Kijk, mijn vader is hier zo. Papa, hallo. Dan gaat de konijn daar in de auto. Kom. Bij tante Isha aangekomen met de konijntjes. Ik ga even naar tante Isha brengen. Want zij moet even voor mijn konijntjes gaan zorgen. Nou, mijn konijntjes eigenlijk van Vizanella. Maar ik verzorg ze meer dan Vizanella. Nee hoor. Helemaal niet. Helemaal niet. Kom, laten we gaan. Ik wil even wachten op tante Isha, hè? Ja. Ga je konijntjes missen? Wat ga je missen dan? Die is een beetje. Hallo, wat ga je missen dan? De konijntjes. Nee, maar wat ga je van ze missen? Dat de konijnen weer verschonen worden en eten. Ja, leuk. Ga je dat missen? Ja. En ook de konijnen zelf. Een vieze pest. Kijk, tante Isha is er! Dasha bam bam! Ik heb konijntjes voor je gebracht, je mag ze hebben. Auto. Ik heb net getankt bij Tink. Elke woensdag en zaterdag kan je daar voor 2 euro tanken. Ik weet niet of jullie dat wisten. Maar ik heb 100 euro net getankt. Dat is dan volle tank. Als het 2 euro per liter is. Ja, dat betaal ik natuurlijk veel meer. Maar ja, ik zet niet meer dan 100 euro in mijn tank. Ik vind 100 euro wel genoeg. Dus nu rijden we weer terug naar huis. Gaan we de koffers pakken. Dan mijn schoonvader ophalen. En dan gaat hij ons naar Düsseldorf rijden. Of ik rijd heen en dan gaat hij alleen terug. Of hij rijdt heen en weer. We gaan het zien. Zo, we zijn weer thuis aangekomen. Mevrouw is aan het tangen.
En wat is Sharon nu nog weer? PlayStation? Ja, ik moest die van mijn PlayStation halen. Oké. Okay. Nou, spullen pakken en... Vertrekken. Vertrekken, hè? Papa, ja, boy. Ik heb een nieuw spel ergens gezien, hè? En toen ging ik op een varken springen, zo. Ja? Hij ging zo. Ik kan er gewoon op zitten, mijn poppetje kan niet zitten. En toen moest ik mijn varken besturen. Oké, maar wil je hier blijven om die varkensspel te spelen? Of wil je... Nee. Of in vakantie? Vakantie. Oh. Ik kan het erop laten. En wil je je haar hier blijven tangen? Of je op vakantie? Ik ga sowieso op vakantie, want vliegen op vakantie. Nou, is goed. We wachten op Shari en dan gaan we weg. Die mensen, we zijn helemaal volgeladen. Iedereen is er. Dit keer is Shari een beetje boos. Oh, sorry, het is moet jij het veel verpesten. Oh zo. Gelukkig weten de kijkers dat nu inmiddels wel. Dus Shari is boos. Nou, dat is wel vrolijk hoor. Maar we gaan nu eventjes rijden naar Amstelveen. Mijn schoonvader ophalen en dan door naar Düsseldorf. Tot straks. En toen waren we aangekomen in Duitsland. Düsseldorf Airport. Wacht op mijn schoonvader. Want dan moet die auto komen weghalen en dan kunnen we vertrekken, hè? Kunnen we naar binnen, ja. Uitzoeken waar we moeten zijn. Want uitzoeken, ja, want we kennen het hier niet. We zullen het zien. Wel ruim de tijd. Ja, die pas vanavond gelukkig. En je moet gewoon betalen voor die karretjes. Zijn we niet gewend, hè? Betalen. Ik mag trekken aan die kar. Ik ben eten bij McDonald's. En nu gaan we even wachten om in te checken. We moeten nog even een half uurtje wachten. En dan kunnen we naar de gate gaan. Inchecken naar de gate gaan. En de vrouwtjes zijn een beetje ziekjes. Ik ben moe. Ik ben moe. Lekker. Het is gewoon spanning. Ja, dat denk ik ook wel. Want het is de eerste keer zo vliegen. En ik weet niet. We hebben wel een stomme test gedaan. Nu hopen we dat die test ook wel goed is. En dat we gewoon normaal kunnen vliegen. We gaan dus 60 euro gaan betalen voor een test weer. Ja, echt belachelijk. PCR is 60 euro. Dit is de beginprijs. Want je hebt nog... Binnen 12 uur, binnen 48 uur, weet ik het allemaal. Nou, ja. Wel goed dat ze het allemaal wel hier op zo'n kleine luchthaven hebben, maar het is echt wel lachen. En hoeveel geld hebben ze ook? Ja, we hebben voor 100 euro 950 lira gekregen. Ik ben benieuwd hoeveel eten je ermee gaat kopen. Ik hoop genoeg. We hebben all inclusive, dus we hoeven niet gaan eten, denk ik. Alleen als ze buiten willen eten. Of als ze willen gaan winkelen. Okay. We zaten al ergens anders, maar het is gewijzigd. Want we gaan waarschijnlijk met een busje worden gebracht. Kijk, dat is zo grappig. Ja, Shari vindt dat super geweldig. Ja, vroeger op Curaçao aankomen moest je ook gewoon lopen. Een trap af van die vliegtuig en dan moest je lopen naar binnen. Tegenwoordig is het helemaal modern, ga je ook in een slurf. Maar dit is gewoon geweldig. Dit vind ik grappig. Alleen, Faber is de schuld. Want zijn mond, hij zei al, ja, straks gaat de gate veranderen. Straks gaat het dit veranderen. En ineens we zaten net eerst al om in te checken. En ineens zegt die stewardess, ja, de incheckbalie is veranderd. Die moet daar en daar gaan inchecken. Dus wij hebben snel reizen daar naartoe. Voor het eerst in ons leven was mijn koffer gelijk goed. Hey. Zie je van iedereen heeft zijn koffer gelijk goed, dan moet er niks eruit te halen, want daarom ben ik altijd te vroeg. Toen was dat gelukt. Nu zaten we al mooi op tijd te wachten totdat we konden boorden. En ineens zei Fabian, boom, naar een andere ding als we te gaan boorden. Ja, ik heb de app gedownload. Ja. Is maar goed dat je het hebt gedownload. Ja, dus dat. Ben ik iets goeds gedaan. Dus nu gaan we zitten en wachten. Ik zie bij C53, maar daar staat niemand. Maar de vlucht staat er wel. Oh ja, maar hè? Daar op het bord. Op het bord. Er is een bord achter de deur. TWI 1332. Dus we gaan het zien. En ik denk dat we om de hoek moeten gaan. Iedereen zit daar. Iedereen zit daar? Ja, heel veel mensen zitten daar om de hoek. Hier om de hoek. Ja, daar zit je. Oh.
In de bus, hè? Ja, in de bus. Naar ons vliegtuig wordt er gebracht. Ja. Zijn de vliegtuig uit de bus gestapt en we gaan nu in de vliegtuig stappen. En dan gaan we heerlijk richting Turkije. 3 uurtjes en we zijn er. Het is wel een hele lange dag, maar wel heel leuk. Leuke ervaring, toch? Ja, zeker. Tot nu toe wel, ja. Maar, niet hopelijk kunnen we zo meteen wel navertellen. Moeten we kauwgom hebben? Kijk. Kauwgom? Nee, nog niet. Als we gaan nu. Oh. Wat wil je zeggen? Het is nog geen oude kist, hoor. Het is toch geen oude dingen, dit, dat, zo. Misschien van binnen. Misschien van binnen is het wel oud, maar hij ziet er best wel groot uit. Dus we gaan gelukkig onze borden passen al. We zitten als het is allemaal bij elkaar. Er is maar 1 trap, dus iedereen moet wachten gewoon om naar boven te gaan. Dus ja, we zien jullie straks. We zijn gearriveerd in Antalya en we wachten nu op ons busje. Ja. Nee, we moeten wachten. Kijk daar of er niks is. Dat we wachten op een bus. Die er niet is. Die er nog niet is, dus we hopen dat die er nog wel komt, hoor. Het is al nacht, man. Zie je de buschauffeur geen zin? Het is gewoon al 2 uur s'nachts, hè, besef. Maar het is wel best goed geregeld. Iedereen die een transfer heeft gekregen, die worden dan verdeeld in busjes. Hij gaat dus niet overal stoppen, denk ik. Nee, ze gaan gewoon door. En ze praten alleen maar Turks tegen ons. Ja, lijkt wel lekker op een Turk. Ik blijf zo raar kijken, top nemen ze praat. Eindelijk aangekomen bij het hotel. We zijn helemaal moe. Het was een hele lange reis. We moesten nog twee uur in de bus zitten. Het is echt koppijn. Maar dit is onze kamer. Dit is in ieder geval de badkamer, bedoel ik. Onze badkamer. Jammer genoeg geen bad. Dat is wel jammer, hoor. Maar ja, een grote kast. De kamer, de bedden. Ja. En we hebben een upgrade gedaan. En we hebben gewoon een zwembad hier in de achtertuin, ja. We gaan hem achtertuin wel noemen. Op de balkon. Heel netjes. Yes, heel netjes. We konden ook een dubbele nemen dat we ook boven hadden, maar we dachten van nee, is veel te groot voor ons. Dus we hebben alleen maar een zwembad genomen, de beneden gedeelte. Dus wij gaan nu lekker slapen. Dit was onze reis naar Turkije. Straks om 7 uur ga ik misschien al eten, want ik heb honger. Echt honger. Maar we gaan zien of we nog eens gaan eten of dat we gewoon knock-out gaan. Maar ik ga de vlog hier bij deze afsluiten. Ik zie jullie morgen. Bye bye, swai swai. Tot de volgende keer. Tot de volgende vlog, mensen.